Welkom bij Harten vol Hoop. In deze tijd worden we letterlijk en figuurlijk stilgezet. Het is niet gemakkelijk, maar er zitten wel goede en mooie kanten aan. En misschien heeft u zichzelf ook wel afgevraagd, waarom overkomt ons dit? En ik zal eerlijk met u zijn, ik weet daar het antwoord ook niet precies op. En ik geloof dat we ook op korte termijn daar geen pasklaar antwoord op zullen krijgen. Maar de vraag die we moeten stellen is niet de waarom-vraag, maar de wat-vraag. Wat wil God tot ons spreken vandaag? Wat is God aan het doen? Wat voor plannen heeft God voor ons in deze moeilijke tijd? Als u daaraan denkt, dan is één tekst die komt boven drijven vanuit de Bijbel. Romeinen 8, vers 28. En daar staat dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die hem liefhebben en die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Gods goedheid en zijn onmetelijke wijsheid, die brengen iets voort uit een moeilijke situatie waarbij het lijkt alsof het kwaad aan de overwinnende hand is. Maar het tegendeel is waar. God haalt er iets uit vanuit zijn volmaakte goedheid en hij overwint het kwade door zijn goedheid en zijn liefde. En zo geloof ik dat God dwars door de moeilijke omstandigheden heen en de beproevingen van deze tijd zijn goedheid wil laten overwinnen. In onze levens en door onze levens heen. Wat die bekende psalm zegt, Gods goedheid houdt ons staande. Daarom willen we de vraag stellen, wat wil God vandaag tot ons spreken? En ik geloof dat God tot ons wil spreken door de profeet Haggai, een profeet die zo'n 2600 jaar geleden leefde. En hij kreeg van God specifieke woorden voor Zerubabel, de gouverneur van het land Juda, en voor Jozua, de hoge priester, en voor het overblijfsel van het volk dat was teruggekeerd uit de ballingschap. Paulus beschrijft dat profetie bedoeld is om ons op te bouwen, om ons te bemoedigen en om ons te vertroosten. En God wil ons door deze eeuwenoude profetische woorden troosten, bemoedigen en opbouwen. En ik wil met u lezen uit Haggai 2, vanaf vers 5 tot en met vers 10. Nu dan, wees sterk, Zerubabel, spreekt de Heer. Wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester. En wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de Heer. Werk door, want ik ben met u, spreekt de Heer van de legermachten, volgens het woord van het verbond dat ik met u sloot, toen u uit Egypte vertrok, en mijn geest, die in uw midden stond, wees niet bevreesd. Want zo zegt de Heer van de legermachten, nog één ogenblik, en dat is een korte tijd. Dan zal ik de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken. En ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de Heere van de legermachten. Voor mij is het zilver en voor mij is het goud, spreekt de Heer van de legermachten. De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste. Dat zegt de Heer van de legermachten. En in deze plaats zal ik vrede, shalom geven, spreekt de Heer van de legermachten. Zoals Haggai tegen Zerubabel en tegen Jozua zei, wees sterk. En hij zei dat 3 keer. Zo zegt Gods geest het ook tegen u vandaag. Wees sterk. Wees sterk, wees sterk. En God gaat verder. Niet alleen wees sterk, maar God zegt werk door. Want ik ben met u. Doe de werken van het koninkrijk. Doe de werken van de Heer Jezus. Blijf de werken van het koninkrijk van de Vader doen. Want ik ben met u. Ik zal u niet verlaten. Ik zal met u zijn, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld. Ook in de dagen van beproeving en van moeilijke omstandigheden. En dan gaat Haggai verder. Hij spreekt over het
over woord en over geest. Hij spreekt over het woord van het verbond en mijn geest, Gods geest die in ons midden is. Die bekende psalm, psalm 25, zegt: Heer, U maakt mij uw wegen, door uw woord en door uw geest bekend. Hier spreekt Haggai ook over. Hij wil ons door zijn woord en zijn geest blijven sterken. De Bijbel spreekt dat David zich sterkte in de Heere zijn God. En dat is de echte sterkte die we moeten zoeken. Niet mijn spierballen, maar sterk zijn in de sterkte van God. God zegt verder, wees niet bevreesd. Wees niet bang, want ik ben met u. En God gaat verder en die zegt, ik zal de hemel en de aarde schudden. Ik zal de heidenvolken schudden. Ze zullen beven. En wat God daarmee bedoelt, is dat het een soort wakker schudden is. Het is mensen in geestelijk opzicht wakker schudden. Om God opnieuw op nummer 1 te zetten. Het is een God opnieuw tot onze prioriteit maken. Eerst het koninkrijk van God zoeken. En hij zei tegen Jozua, tegen Zerubabel, jullie moeten mijn huis herbouwen. Het herbouwen van Gods huis is eigenlijk een symbool voor het bouwen van Gods koninkrijk. God zegt, als jullie mijn huis herbouwen, als jullie mijn koninkrijk zoeken, als jullie mijn koninkrijk, als jullie eraan bouwen, dan zal ik de heidenen, de volken doen komen naar het verlangen naar de volken. En wat God ermee bedoelt is het verlangen van de volken, is de Heer Jezus zelf. De koning Jezus Christus is hetgene waar ten diepste alle volken naar verlangen. Koning van recht, volmaakt recht, een koning van genade, een koning van liefde en goedheid. Ze zullen komen, zegt God. Ik zal de aarde schudden. Ik zal ook uw en mijn leven schudden, zodat boeien zullen loskomen, zodat zonden die ons in de weg staan zullen afvallen. Zodat het schudden ons zal reinigen, zal louteren, zal heiligen van valse afgoden. Dingen die we eigenlijk helemaal niet nodig hebben. En als dat gebeurt, als het huis van God ook geschud wordt en de wereld, zal ik het huis, zegt God, mijn huis vullen met mijn heerlijkheid. En dat is de heerlijkheid van God, is een beschrijving van zijn aanwezigheid. Eigenlijk zegt hij, het schudden zal resulteren in een opwekking. De vrucht van het schudden zal zijn dat mensen geheiligd worden, reiner worden, vrijer worden, meer toegewijd, opnieuw hun verlangen naar de Heer Jezus uitspreken en uitleven. En mijn heerlijkheid zal groter zijn dan de heerlijkheid van het vorige huis, zegt God. En dat is wat God wil doen. En ik geloof ook aan het doen is, dwars door dit schudden van de wereld heen. Als hij het doet, doet hij het vanuit zijn goedheid en met goede bedoelingen. We zijn begonnen met de vraag, wat spreekt God vandaag tot u, tot jou? En ik wil je de vraag stellen, waardoor voel jij je aangesproken? Is het wat God zegt? Wees niet bevreesd. Is het dat hij zegt tegen jou, werk door, want ik ben met je. Word niet moe ervan om het goede te doen. Want als je volhardt, dan zul je oogsten. Het goede is mijn vruchten oogsten. Of is het dat hij zegt, wees sterk. Wees sterk, mijn lieve zoon, mijn lieve dochter. En als laatste, zijn er dingen in uw en jouw leven, waaraan je merkt dat God aan het schudden is, maar niet met zijn boze hand, maar met zijn liefdevolle goede hand. En hij u en jou aanmoedigt om dingen los te laten, die eigenlijk helemaal geen goede dingen voortbrengen. Verkeerde vruchten. Zonde, valse goden, afgoden, boeien, ketenen waar we eigenlijk helemaal niks aan hebben. Waarin merk je dat God liefdevol zegt, mijn zoon, mijn dochter, laat het los, geef het aan mij. Zullen we samen gaan bidden naar de Heer Jezus gaan? Laten we bidden. Heer Jezus, we komen bij u. U bent het verlangen van de volken. Elk volk verlangt een koning te hebben zoals u bent. Wilt u op dit moment komen met uw aanwezigheid thuis? Wilt u komen in onze harten? En wilt u ons omarmen met en zonder woorden? Want uw goedheid leidt ons tot bekering. Uw goedheid houdt ons staande.
Heer, we willen zeggen, Heer, neem dit van mij weg wat niet goed is. Ik wil het loslaten. Ik wil vrijer zijn, lichter zijn om u te volgen, om achter u aan te gaan. Heer, dank u wel dat u zegt, wees niet bang. Wees niet bevreesd. Werk door, ik ben met je. En sterk je in mijn kracht. Want ik zal alle dingen ten goede doen medewerken. Voor u, voor jou. Voor de lof van Gods naam en de doorbraak van zijn koninkrijk. Amen.